Twee paarden die achter de brisant schreven in de zesde koers van vandaag. De paardensportvereniging Hilversum, Sweepstakes, Merries en 2300 meter per meter is de gevraagde afstand. Start-auto zet zich in beweging. Dat alles op de automatische piloot, zoals we dat plegen te zeggen. De paarden voegen zich achter de auto, de nummers 1 tot en met 8, direct aan de auto. En daarachter in het tweede glid de nummers 9 tot en met 12. Tastbare stilte bij het publiek, de spanning. En dat zal denk ik ook bij de deelnemers evenzeer aanwezig zijn. De auto komt zo langzamerhand de rechte lijn hierin. Op een goed bezocht drafcentrum Groningen. En op dit moment alle deelnemers aan dan wel dichtbij de auto. 150 meter te gaan nog tot het startpunt. En de start is gevallen en Kees Kamminga die heeft een bliksemstart met Naander Medo. Daarachter is het Never Too Late aan de buitenzijde Nina Noira. Noël in Boko wil worden ingeparkeerd door Hugo Langeweg. Die zit vier dik. En dat betekent liefst vijf dik voor Noreen Drag. En dat zijn de posities op dit moment met een zeer gegroepeerd veld. Als de bocht wordt aangesneden in het achterveld een aanrijding tussen twee combinaties. En daarbij was in elk geval betrokken Noordster Medo. En ik zag ook wat mispassen van Naretta. De bocht is inmiddels gerond en als het veld de bocht door is en in de rechterlijn overzijde komt, dan is het Naander Medo die het veld de weg wijst. Tweede positie, marginaal voordeel, halve lengte ongeveer. Never Too Late daarachter, heel goed geplaatst ook Frans van der Blonk met zijn Noppers Frisia. In vierde stelling is het Noreen Dragon, daarachter is het Nicky de Krul en die heeft aan de buitenzijde naast zich gekregen de nummer 10 Navada B. En dat is toch een outsider in het veld. Aan de buitenzijde komt nu drie dik naar voren toe, Nina Noira. Daarachter is het dan nog wel in Boko, binnenzijde Nevely Velvet. Lengte erachter Nico 10 en een lengte daarachter door een eigenlijk fatale bocht heb ik de indruk hier de eerste bocht. Dat is voor Huip van de Heuvel en zijn Naretta. Inmiddels het veld halverwege de linker de bocht met Naander Medo een lengtevoordeel nu op de nummer 1 Never Too Late. Dat zijn de twee smaakmakers. Derde positie heel goed volgend, heel zuinig ook Noppes Frisia. Aan de buitenzijde John de Leeuw die even in het gedrang zat daarnet, maar nu toch in het tweede spoor duidelijk progressie maakt. Maar dat vraagt toch wel iets, want het is bepaald broeierig hier op de drafbaan. En de vraag is hoe de paarden daarmee omgaan. Het is langs de rechterstoel komend nog steeds Naander Medo met erachter aan de relingzijde Never Too Late. Naar het tweede spoor nu is het Noppes Frisia erachter. Nina Noira, binnenzijde Noreen Dragon. Daarachter paars geweest vanaf de reling Nick de Krul. En die heeft naast zich in het tweede spoor nu Kees Wortel met zijn Navada B. Dan Noël in Boko, Nevely Velvet. Nico Tiende wordt tot wat meer speed gemaand. En ook daarbij nu Huip van de Heuvel. En ik heb de indruk dat Huip van de Heuvel een truc gaat uithalen door zo langzamerhand naar het derde spoor te gaan. En dat wordt nu geëffectueerd in het hart van de bocht. Maar ook vooraan gaat het nu 3-4 dik. Een galopade van de nummer 1, Never Too Late. Die valt daardoor compleet terug. En als het veld in de rechterlijn overzijde is, Naander Medo. Van start af het tempo dicterend. Noël in Boko in het midden van het peloton nu wel naar het derde spoor. En zo gaan we af op de laatste bocht. De bocht aan de zijde van, van de stadskant. Met onveranderd Naander Medo met nog steeds die comfortabele marge van de lengte. Maar Noël in Boko, ik maakte er gewacht van, heel zuinig van start. Drie dik nu in die rechterlijn overzijde in één rust doorstomend. Tot aan de sulk van Naander Medo. En dat is de strijd die we nu kennen in het hart van de linker en laatste bocht. Naander Medo met daarbij ook Noël in Boko. Ja, en de rest met alle respect om een klaviasterm uit de kast te halen, die moet toch wel wat passen. Alhoewel Nico Tiene nu ook wat ruimte kreeg, die is heel zuinig gereden. Nico Tiene met Arnold Wallema, die komt wellicht nog bij die twee koplopers. Maar het is nog steeds die twee strijd. Naander Medo, Noël in Boko. Twee toppiekers, twee toptrainers. Nico Tiene daar nog steeds niet kansloos. Maar Noël in Boko, die gaat het hier winnen met Hugo Langeweg. Chapeau, Stal Volendam. De 7, de 2, de 6, de 10 en de 8. Gedeeltelijke uitslag van de zojuist verreden Sweepstakes Merries en de paardensportvereniging Hilversum Sweepstakes Merries en. Alleen de winnaar is officieel en dat is geworden paard nummer 7, Noëlin Boko. Noëlin Boko, gefokt door de Boko Stables Holland BV in Eigendom bij Stal Volendam, trainerrijder Hugo Langeweg. Totaaltijd 2 minuten 58, 16e seconde, kilometertijd 1.17.7. Op dit moment voor de rechterstoel de ceremonie protocolair.
waarbij uiteraard betrokken is de paardensportvereniging Rolfsen, middels een sierdeken. Uiteraard ook een ereprijs beschikbaar gesteld door de Algemene Eigenaarsvereniging de Drafsport en ook de Fokkersvereniging actief, ook een ereprijs. En dan voor de fokker van het winnende paard door de Vereniging van Fokkers van Daverspaarden. Paarden die van start gaan in de negende koers van vandaag. De paardensportvereniging Hilversum Sweepstakes Hengsten N. 2300 meter van meet. Paarden gaan aan de auto op de hun toebedeelde startpositie. Dat geldt voor de nummers 1 tot en met 8 en de 9 tot en met 14 daarachter in het tweede gelid. Als eerste bij de auto was Noble Pagas. Start het ook op nu de rechte lijn in. Zo'n 150 meter van het startpunt. 100 meter nog. 50 meter. Startgevallen begint met galopades voor een aantal combinaties, waaronder een Noble Tilly Bosser. Ik zie ook een galopade van de pupil van Happy Bosga. Maar we bepalen ons tot de kopgroep en het is Noble Mac die het commando heeft voor Nepal Den Boko. Daarachter is het dan Nick de Bananas. Achter Nick de Bananas zien we dan Huip van Heuvel met zijn Nigel Stardust. En dat geeft al aan dat de favorieten van het gezelschap bijzonder voortvarend van start zijn gegaan. In het achterveld wordt nu ingehouden Neno van Kampstra. De bocht die wordt zo langzamerhand gerond en het is Noble Mac met Peter Stroper comfortabel aan de leiding. Daarachter is het Nepal Den Boko met aan de buitenzijde nu iets wat opkomend in het tweede spoor Nigel Stardust. Dus uitgeschakeld nummer 9 galop. De 9 galop, een galopade wederom ook. Uitgeschakeld nummer 4 galop. De 4 is nu ook uitgeschakeld in een hoog tempo. Gaan waf in de rechterlijn overzeden naar de verre bocht aan de stadskant met onveranderd Noble Mac. Achter Noble Mac is het dan Nigel Stardust aan de binnenzijde Nepal Den Boko. Vervolgens is het dan Nick de Bananas. En Nick de Bananas die heeft naast zich gekregen in het tweede spoor Andries van der Blonk met Navy Blue. Daarachter No Limit M. En No Limit M die wordt gevolgd door Nova Cento Wis met John de Leeuw in de sulky. En zo draaien we dan weer door die linker bocht hier de rechterlijn op. Met onveranderd die favorieten bijzonder goed geplaatst. Want het is Noble Mac de favoriet van het gezelschap met Peter Stroper. Die het veld hier weer in de rechterlijn brengt. Daarachter nog steeds Nepal Den Boko. En aan de buitenzijde is het dan Nigel Stardust. Maar er komt wat reactie vanuit het achterveld. Daar komt een witte buis aan. En die hoort toe aan Kees Kammergaan zijn Nike Olderson. Het spel gaat op de wagen. Peter Stroper keek eens achterom. Maar het gevaar loert inderdaad in de vorm van Nike Olderson. Want die maakt ziende ogen progressie nu in het tweede spoor. Situatie bij het indraaien van de bocht.
Noble Mac nog steeds die marge van drie kwart lengte op het achtervolgende veld. Tweede spoor Nike Alderson, binnenzijde Nepal Den Boko. Daarachter Nick de Bananas met naast zich in het tweede spoor Nigel Stardust. Dan is het de beurt aan Navy Blue met aan de binnenzijde nummer 10 Novacento Wis. Achter Novacento Wis aan de buitenzijde is het dan Hugo Langeweg met zijn nummer 7 No Limit M. En die maakt nu een galopade No Limit M en die kunnen we met alle spek gevoeglijk vergeten. Op weg naar de laatste bocht nu. Nog steeds die koploper van start af. Noble Mac die het veld de weg wijst, maar daarnaast nog steeds in een gevaarlijke uitgangspositie. Nike Alderson. In de slipstream is het Nepal Den Boko. Op een lengte erachter in het tweede spoor Nigel Stardust. Met aan de binnenzijde Nick de Bananas, dan Navy Blue. Een galopade nu voor Novacento is in het hart van de linkerbocht. En die wordt inmiddels gepasseerd door Nozem Alki. De bocht die wordt gerond en uitgeschakeld nummer 12. 12 galop en onregelmatig. 12 galop onregelmatig. Finale fase zijn we nu. Noble Mac, buitenzijde Nike Alderson. En het is Nepal Den Boko die wanhopig zoekt naar ruimte op dit moment. Maar wellicht is het die ruimte gegund. En helemaal aan de buitenzijde komt dan ook nog Nick de Bananas. Het wordt een strijd op haren en snaren waarbij de 1 het wint. De nummer 1, de 13, de 5 en de 6. Zeer, zeer close. Gooit u uw tickets niet weg. Een gigantisch werd gereden door Jos Oorthuizen. Die brengt nog even een bezoekje bij het comité. Maar de officiële winnaar, nummer 1, Nepal Den Boko. En wellicht kunnen we even wachten met de huldiging tot Jos Oorthuizen terug is. Dit ook in het kader van de PR van Jos Oorthuizen. Die is inmiddels alweer onderweg. En dezezijds felicitaties voor ieder die bij deze Nepal Den Boko betrokken is. Algemene Eigenaarsvereniging, de Drafsport, Paardensportvereniging Hilversum en de Vereniging van Fokkerspaarden die zullen ereprijzen gaan overhandigen. Opvallend detail in de sweepstakes vandaag, dames en heren, dat beide winnaars, de winnares en de winnende hengst, gefokt zijn door Boko Stables Holland. Voorwaar ook een compliment aan de heer Bootsman. En daar komen ze dan, Nepal Den Boko, gefokt door de Boko Stables Holland. In eigendom bij Stal de Groningers, trainer Peter Stroper in de sulky Jos Oorthuizen, kilometertijd 1:17:06.